Ik hoorde laatst een mooie metafoor voor rouw. Dus iemand die zei, je hebt het trauma, de verschrikkelijke gebeurtenis, en daar zit je eigenlijk met een elastiek aan vast. En je kan er van weglopen, 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 en het elastiek rekt, maar er komt een moment dat de rek eruit is en dat je teruggeslingerd wordt naar die verschrikkelijke gebeurtenis. En dat is eigenlijk hoe ik het ervaar, al bijna 20 jaar lang. Toen mijn broertje 12 jaar oud was, hij zat toen in groep 8. En het was in de zomer, het was ik denk een week of twee voordat de zomervakantie zou beginnen. Is hij eigenlijk verdwenen, is hij weggefietst van school en niet naar huis gekomen. Er is toen op school alarm geslagen en de politie en ook mijn moeder zijn gaan zoeken. Uiteindelijk kwam mijn moeder met de politie thuis. En kwamen de agenten de kamer binnen die tegen mijn moeder zeiden, nou, vertel het maar, het verschrikkelijke nieuws. En mijn moeder stond er helemaal grauw bij en helemaal van de wereld. En die zei, hij is dood. Dat is hoe ik het gehoord heb. Dus dit is het leven. Oké. Doei. Zonder duidelijke waarschuwing of aanleiding. Lieve ouders, leuke zussen, hoge cijfers, allerlei interesses, toekomstdromen. Niet zien aankomen, geen duidelijke signalen gezien. Het was compleet verbijsterend. Ja, die waarom-vraag die houdt mij al zo verschrikkelijk lang. Eigenlijk sinds het gebeurd is, houdt die waarom-vraag mij al bezig. En ik weet het niet. We weten het gewoon niet. Na de dood van mijn broertje kwamen we erachter via twee vriendjes van hem, aan wie hij dat verteld had, dat hij al een jaar lang met de gedachte speelde om een eind aan zijn leven te maken. Maar goed, dat waren toen natuurlijk ook kinderen van 10, 11 jaar en die hebben dat misschien wel serieus genomen, maar niet geweten hoe ze daarop moesten reageren, wat ik heel goed begrijp. Dus het was in die zin geen impulsieve beslissing. Het was iets waar hij al mee bezig was. En ik zou niet zo ver willen gaan om te zeggen dat hij het gepland heeft, want ik denk wel dat de keuze om op die middag, op dat moment, het te gaan doen, dat dat impulsief geweest is. Maar voor hem was het een iets wat hij gewoon zou gaan doen. Dit is allemaal een beetje samengesteld uit dingen die we gehoord hebben van zijn vriendjes. Dingen die hij tegen mijn zusje heeft gezegd, die hij tegen mijn moeder heeft gezegd, die hij tegen mij heeft gezegd. En die afzonderlijk van elkaar eigenlijk niet zoveel betekenen. Maar op het moment dat je ze allemaal in een kader kan plaatsen en allemaal bij elkaar hebt, dat je denkt, oké, misschien zat dat erachter, maar hij was bijvoorbeeld heel erg fan van de boeken van Tolkien, Lord of the Rings en dat soort dingen. En er was sprake van dat hij dacht dat als hij dood zou gaan, dat hij in een tweede leven zou komen en dat hij daar een priester zou worden. Dus een soort, echt een waan, waarin er een taak voor hem ligt eigenlijk in een ander leven. Maar ik denk dat hij in een psychose is geraakt op een of andere manier. En dat dat niet is gesignaleerd door de omgeving. Nog door mij, mijn zusje en onze ouders. En nog door de school. Het is ook heel lastig om bij kinderen psychose te zien. Omdat kinderen, nou ja, voor een deel ook al een beetje in een fantasiewereld leven. Dus waar ligt dan die grens? Is het gewoon een fantasierijk kind? Of is die grens voorbij gegaan? Magic. Ook uit de 90s. Verzameling kaarten. Dat vind ik wel echt heel moeilijk om te vertellen, maar misschien moet het maar gewoon. Hij heeft een paar dagen voor zijn dood,
een week ervoor of zo, was ik op zijn kamer, gewoon om even te kletsen. En voordat ik terugging naar mijn eigen kamer om huiswerk te maken of iets dergelijks, vroeg hij, Merel, doodgaan is helemaal niet zo erg, hè? En toen heb ik gezegd, ach nee, in die tijd geloofde ik heilig in reïncarnatie. Toen zei ik, nee joh, je reïncarneert gewoon weer in een nieuw lichaam. Dat is helemaal niet zo'n probleem. En toen ben ik weggegaan. En dat is achteraf gezien voor mij natuurlijk behoorlijk pijnlijk. Zeker toen hij een week later uiteindelijk een einde eraan maakte. Ik dacht, godverdomme, had ik daar toen maar anders op gereageerd. Een doodnormale puberagenda. SO Frans. Wat je moet leren voor Duits. Geschiedenis doorlezen. Het laatste stuk van de basistekst. En dan vervolgens op dinsdag 17 juni. Zwarte stift. Mijn lieve broertje Erik-Jan, waarom heb je dit gedaan? Sukkel. Je had 30 kunnen zijn. We hadden samen biertjes kunnen drinken. Je hebt alles gemist. Ik ben ergens in mijn eindexamenjaar in een soort halve opwelling van school met de fiets naar de plek gegaan waar hij zelfmoord gepleegd heeft. En daar kwamen mensen naar mij toe die het hadden zien gebeuren. En die hebben me binnengevraagd en daar heb ik even een kopje thee gekregen. Het was heel bijzonder. En zij hebben uiteindelijk het ziekenhuis gebeld, omdat ze zich zorgen maakten over mij. En toen werd ik weer gebeld door een psycholoog van het ziekenhuis of ik een keer wilde komen praten. Dus die mensen hebben er heel goed bovenop gezeten. Ik denk dat op het moment dat iemand in je omgeving iets vreemds zegt of iets laat vallen over zelfdoding, of dat hij of zij met die gedachten speelt, dat het... Nou ja, in de eerste plaats een goed idee is om met die persoon zelf te praten, maar ook geen slecht idee om met iemand in de omgeving van hem of haar te spreken. Een partner of een ouder of een goede vriend of vriendin. Maar ik begrijp ook dat het is heel lastig, want het voelt ook een beetje alsof je achter iemands rug om een soort complot smeet of zo. Dus het is wel een drempel die je moet nemen. Maar ja, ik bedoel, als het alternatief is dat iemand misschien er een eind aan maakt, dan denk ik, nou doe maar gewoon. Dan wordt iemand maar kwaad. Jammer dan. Misschien redt het zijn leven wel. Het verhaal wat mijn broertje zichzelf verteld heeft over een tweede leven waar hij terecht zou komen, dat geeft al aan dat hij niet dood wilde. Hij wilde een ander leven. Nee, Erik-Jan wilde niet dood, die wilde iets anders.